Om te beginnen met ondernemen heb je duizenden euro's nodig. Dat is wat veel mensen die willen beginnen met ondernemen denken. Ik ga je in deze video in 5 stappen uitleggen waarom dat het niet waar is en hoe ook jij zonder een groot startkapitaal jouw onderneming kunt starten. Blijf zeker even hangen tot het einde, want daar vertel ik je hoe ik door 1 simpele beslissing duizenden euro's heb bespaard en heb verdiend. Begin dit jaar deed ik een groot onderzoek onder meer dan 500 startende ondernemers. En hieruit bleek dat veel mensen denken dat je niet kunt starten met ondernemen zonder vooraf een groot startkapitaal te hebben. En hoewel dat vroeger misschien het geval was, kan je anno 2021 met relatief weinig financiële middelen een onderneming starten. Let daarbij wel op, dit geldt natuurlijk niet voor elke onderneming, want voor bepaalde ondernemingen heb je simpelweg wel een startkapitaal nodig. Maar ook daar kun je slim mee omgaan zoals je in deze video zult zien. Hoe ik dit weet is omdat ik het zelf ook heb gedaan. Nadat ik in de afgelopen 10 jaar meerdere succesvolle ondernemingen heb opgebouwd, ben ik eind 2020 compleet opnieuw begonnen en heb ik met slechts €66,29 mijn nieuwe onderneming gestart. Dat is inderdaad niet helemaal gratis, maar wel een bedrag wat iedereen bij elkaar kan sparen. Tip 1 is dan ook om naast het starten van je onderneming voor een maandelijk inkomen te zorgen of om voordat je begint een buffer op te bouwen. Dit zorgt ervoor dat je een stabiele basis hebt om op te gaan bouwen, want je zult toch je huur en je boodschappen moeten kunnen betalen. Als je namelijk echt geen geld hebt om dat te doen, dan handel je vanuit een zwakke positie en kun je geen goede en bewuste keuzes maken. Dit heeft natuurlijk per definitie een negatieve invloed op de kans op succes van jouw onderneming. Bijvoorbeeld doordat je elke mogelijke klant maar aanneemt om de rekeningen te kunnen betalen en voor iedereen een oplossing probeert te bieden. Dan kom je dus in situaties waarin een Italiaans restaurant bij wijze van spreken een Indonesische rendang gaat proberen te maken. En dat is nooit een goed idee. Toen ik mijn eerste onderneming startte, werkte ik fulltime in een supermarkt. Elke ochtend om 4:30 opstaan, de vrachtauto lossen, tot 5 uur in de winkel werken en in de avonden en weekenden werkte ik aan mijn onderneming. En toen ik eind 2020 helemaal opnieuw begon, had ik vooraf een significant bedrag gespaard om toch te kunnen beginnen. Veel mensen willen van de een op de andere dag van niets naar alles, maar dat is simpelweg niet mogelijk en daardoor kom je niet in actie en sta je stil. Je moet bereid zijn om de tussenstappen te bewandelen. Het lukt je niet om 13 treden in één keer te bewandelen, maar stap voor stap gaat dat natuurlijk helemaal prima. En wie denk je dat er eerder boven is? Degene die simpelweg begint te lopen of degene die vanuit beneden probeert uit te vogelen hoe dat hij in één keer boven komt. Als je kijkt naar andere succesvolle Nederlandse ondernemers, dan zie je bijvoorbeeld dat Joël Beukers tijdens de start van onze onderneming als schoonmaker in een bedrijf van zijn vader werkte en daarnaast als personal trainer heeft gewerkt. En Manon van Essen, oprichter van het enorm populaire pizzamerk Maggioni, werkte ironisch genoeg tijdelijk in een pizzeria. Binnen vrij korte tijd na de start van haar onderneming verkocht ze 10.000 pizza's aan Albert Heijn en binnen 3 jaar verkocht ze een deel van haar bedrijf aan de grootste pizzaproducent ter wereld, Dr. Oetker. Mijn tweede tip is om je bewust te zijn van de sluipmoordenaar die perfectionisme heet. Startende ondernemers die willen vaak alles direct perfect hebben en besteden ontzettend veel onnodige tijd aan dingen als een logo, huisstijl en visitekaartjes. Nou, visitekaartjes heb je sowieso helemaal niet nodig, maar het is belangrijk om je te beseffen dat dit perfectionisme je belemmert om echte stappen te gaan zetten. Het ontstaat vanuit de angst om geen fout te willen maken en het risico op falen te beperken, maar de paradox is juist dat je hiermee je risico aanzienlijk vergroot en de kans op succes verkleint. Want je investeert meer en meer, maar je logo gaat er echt niet voor zorgen dat je je eerste klanten gaat krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar enkele van de grootste bedrijven ter wereld op dit moment, dan zie je dat ook zij met een simpel basisontwerp zijn gestart en vanuit die positie zijn doorgegroeid. Dit is bijvoorbeeld hoe de website en het logo van Airbnb er in het begin uitzag. En ook Netflix en Uber zagen er in het begin absoluut niet uit zoals je het nu kent. Toch zijn het een van de meest succesvolle bedrijven ter wereld, dus dan zie je maar dat de kracht en het succes van je onderneming niet wordt bepaald door je logo. In plaats van veel tijd en geld te investeren in je logo, vergroot je je kans op succes en beperk je het risico aanzienlijk door eerst de behoefte ofwel de vraag bij jouw ideale klanten te gaan onderzoeken. Want je kunt de potentie en de waarde van een oplossing enkel bepalen aan de hand van een probleem of aan de hand van een behoefte. Tip 3 is dan ook om te beginnen bij een probleem en niet bij een oplossing. Hoe groter het probleem dat je oplost of de behoefte die je vervult, hoe hoger de waarde die jij levert aan de klant. En je kunt onderzoeken of er een probleem of een behoefte bestaat door simpelweg met potentiële klanten in gesprek te gaan. Stel goede vragen, luister en zie het als een experiment, want dan kun je ook niet falen. Het experiment is geslaagd wanneer jij de data hebt gekregen waarmee je je vraag kunt beantwoorden. En zo kom je er dan ook achter of je op de goede weg bent, of je aanpassingen moet maken of dat je idee misschien überhaupt weinig kans verslagen heeft en dat je wellicht een ander idee moet gaan onderzoeken. Nou, misschien vraag je dan af hoe kom ik dan in contact met potentiële klanten en er zijn echt tal van eenvoudige manieren voor. Als je potentiële klanten bedrijven zijn, dan kan je ze simpelweg via Google opzoeken en bellen of e-mailen. Als het om particulieren gaat, dan moet je zijn waar de doelgroep zich bevindt. Laat bijvoorbeeld een bericht op social media waarin je je idee uitlegt, maar zoek ook zeker naar online communities waarin jouw doelgroep zich bevindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Facebook groepen en aan LinkedIn groepen. Voor mijn onderzoek wat ik in de inleiding benoemde, heb ik me voor tientallen groepen met startende ondernemers aangemeld en berichten gestuurd naar
naar alle leden in die groepen. En deze informatie is echt ontzettend waardevol geweest, want hiermee kon ik bevestigen dat er een behoefte bestond aan een platform voor ondernemers en aan een online programma voor startende ondernemers, waarmee dat je een ijzersterk fundament kunt creëren voor je onderneming en welke onderwerpen dat in dit online programma terug moesten komen. Vervolgens ben ik dit online programma pas gaan creëren. Dus als jij een startende ondernemer bent die hierin is geïnteresseerd, dan kun je via de link onderaan in de beschrijving aanmelden voor mijn gratis training, waarin ik je de 7 bouwstenen leer voor het succesvol starten van jouw onderneming. Tip 4 is: investeer tijd en zo min mogelijk geld. Want als startondernemer heb je vaak geen geld, maar wel tijd, en tijd is geld. Daarmee bedoel ik dat je door veel dingen zelf te doen ontzettend veel geld kunt besparen. En vrijwel elk onderdeel wat je nodig hebt om een onderneming te starten, zoals bijvoorbeeld een simpele website, kan je in het begin zelf maken. Online staan er allerlei goede en gratis tutorials en met de camera van je telefoon kun je foto's en video's maken. Mijn website www.sandertimmermans.com heb ik bijvoorbeeld helemaal zelf gemaakt aan de hand van online tutorials. Hier ben ik inderdaad wel een tijdje mee bezig geweest, maar nogmaals, als je weinig geld hebt, moet je slim zijn en veel tijd investeren. Tip 5 is: denk strategisch na en op de lange termijn. Startende ondernemers die denken vaak alleen maar op de korte termijn en dat beïnvloedt je keuzes en je kans op succes enorm. Als je ook niet binnen 1 week een topsporter wordt, word je ook niet binnen 1 week een topondernemer. Goed werk heeft tijd nodig en om je einddoel te bereiken moet je, zoals ik al aangaf, enkele tussenstappen inbouwen om naar je einddoel toe te werken. Dit betekent dus ook dat wanneer je een onderneming wilt starten waarvoor je wel een groot startkapitaal nodig hebt, je misschien eerst iets anders moet gaan doen om dat startkapitaal bij elkaar te krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Gymshark, het snelst groeiende bedrijf van Engeland, dan zijn zij eerst gestart met het dropshippen van voedingssupplementen en met de opbrengst die ze daaruit hebben vergaard genereerden ze het startkapitaal om een eerste kledingstuk te gaan maken. En nu zijn ze dus het snelst groeiende bedrijf van Engeland en opereren ze wereldwijd. Wat ook vaak gebeurt is dat mensen eerst een dienst gaan leveren, aangezien je voor het leveren van een dienst doorgaans veel lagere opstartkosten hebt dan voor het leveren van een product. Alleen een laptop en een internetverbinding kan je vaak al starten en vervolgens kun je door middel van het daarmee vergaarde inkomen het startkapitaal voor een productonderneming bij elkaar krijgen. En dan nu de final tip die mij heel veel onnodige kosten heeft bespaard en veel geld heeft opgeleverd. Maar voordat ik dat doe wil ik je vragen om deze video even een thumbs up te geven en je te abonneren op dit kanaal als je het gevoel hebt dat je waarde uit deze video hebt gehaald. Op deze manier help je namelijk ook andere mensen doordat deze video ook bij hun terecht komt en ze gebruik kunnen maken van de tips in deze video. De final tip is: sell before you create. Wat wil zeggen dat je je product of dienst al kunt verkopen voordat je deze hebt gemaakt. En dit klinkt misschien heel raar, maar als je erover nadenkt is het eigenlijk heel erg logisch. Door eerst je doelgroep te bepalen en met die doelgroep in gesprek te gaan, zoals ik in de derde tip heb uitgelegd, kun je vervolgens ook all the way gaan en het product of de dienst al gaan verkopen. Hiermee bereik je meerdere effecten. Allereerst weet je dus of dat er wel of geen behoefte bestaat en daarnaast kan je je product of dienst volledig afstemmen op de behoefte van de klant, in plaats van op wat jij denkt dat de klanten willen. Hiermee maak je de kans veel groter dat je klanten enthousiast gaan zijn over het product en dat je dus meer gaat verkopen. De derde verkrijg je op deze manier direct de e-mailadressen van potentiële klanten die ontzettend effectief zijn voor je marketing en voor je sales. En tot slot maak je de kans op succes dus zo groot mogelijk en je risico zo klein mogelijk. Je kunt het bijvoorbeeld doen door middel van een pre-sale of een inschrijflijst waarbij je het eerste product voor een gematigd tarief aan de early adapters aanbiedt. Goede vrienden van mij die hebben bijvoorbeeld een onderneming in champagnes en passen hetzelfde principe toe bij de start van hun onderneming. Wat ze deden is dat ze eerst al een selectie aan champagnes vermarkten aan klanten en ze lieten die klanten door middel van een inschrijflijst de champagnes al kopen. Zodra ze genoeg bestellingen hadden, gingen ze de champagnes pas inkopen en leveren bij de klant. Op dat moment zijn de producten dus al verkocht en is het risico nihil. Een groot bedrijf dat hetzelfde principe toepast is natuurlijk Tesla. In het begin hadden namelijk duizenden mensen al een Tesla gekocht en betaald, waarna ze op een wachtlijst kwamen te staan en de auto's dan pas werden geproduceerd. Op die manier was het risico voor Tesla zo klein mogelijk en de kans op succes zo groot mogelijk. Dit waren mijn 5 tips voor hoe je zonder een groot startkapitaal een bedrijf kan starten in 2021. Hopelijk vond je het waardevol. Als je vragen hebt, dan kun je deze natuurlijk stellen in de comments onder deze video.